Ik open deze academische zitting waarin de heer Robert van der Velde zijn academisch proefschrift getiteld Epidemiology of Clinical Fractures, Morphometric Vertebral Fractures and Osteoporosis Treatment zal gaan verdedigen. Ik heet hem natuurlijk van harte welkom en wens hem succes, gesteund door de paranimfen. En ik heet natuurlijk ook zijn team, professor Van den Berg, professor De Vries, professor Harvey online. En dokter Weijers, welkom en ook de opponenten natuurlijk die u gaat ontmoeten en de mensen in de zaal en online. Maar eerst geef ik u de kans, meneer Van der Velde, om een korte voordracht te houden over wat u onderzocht hebt. Geachte pro-rector, geachte leden van de oppositie en van de corona, beste collega's, lieve vrienden en familie. Ik wil graag een overzicht geven van mijn promotie. Ik heb daar 9 jaar aan gewerkt, dus u zult begrijpen, het kan alleen op hoofdpunten. In mijn proefschrift bestaat uit 2 delen en in het eerste deel heb ik 4 onderzoeken gedaan die gebruik maken van data van een Engelse database, de CPRD. En dat is een database waarbij 7% van alle huisartspraktijken in Groot-Brittannië zijn aangesloten. En die op een hele systematische wijze leggen die allerlei data vast en dat wordt vervolgens ook op een correcte wijze vastgelegd in die database. En daardoor is die database zeer geschikt voor wetenschappelijk onderzoek. De eerste studie die we gedaan hebben is een studie naar de epidemiologie van fracturen. Fracturen, dat zijn botbreuken. En epidemiologie, dat wil zeggen dat je kijkt naar het voorkomen van ziekte in een bepaalde populatie. Dus wat wij hier gedaan hebben is kijken naar hoe vaak fracturen voorkomen tussen de geslachten, bij verschillende leeftijdsgroepen, geografische locaties en al dat soort zaken meer. Dat heeft heel veel data opgeleverd en ik geef u daar 1 voorbeeld van als illustratie. En dat is deze grafiek waarbij u ziet op de x-as hier zo de leeftijd van mensen en op de y-as het risico op fracturen. En de zwarte lijn met de dichte rondjes, dat zijn vrouwen en die andere lijn, dat zijn mannen. En wat u dan ziet is dat op jongere leeftijd bij mannen fracturen meer voorkomen dan bij vrouwen. Bij een leeftijd van ongeveer 50 jaar slaat dat om. En boven de 50 komt het bij vrouwen meer voor. En met name vanaf 70 jaar neemt de frequentie van fracturen sterk toe. Meer nog dat bij vrouwen dan bij mannen, dus dan wordt dat verschil nog groter. Het volgende onderzoek wat we gedaan hebben, daar hebben we gekeken naar trends van fracturen. En trends, dat wil zeggen dat je gaat kijken of fracturen meer voorkomen, minder voorkomen of ongewijzigd zijn. En bij dat onderzoek, waarbij we gekeken hebben naar personen van 50 jaar of ouder, hebben we een aantal belangrijke resultaten gevonden. In de totale periode van 22 jaar hebben we, als je bij mannen en vrouwen apart kijkt, maar wel alle fracturen bij elkaar optelt, gezien dat de incidentie, de totale incidentie, ongewijzigd gebleven is. Echter, als je kijkt naar verschillende botbreuken op zich, we hebben 14 verschillende botbreuken bekeken, dan zie je bij verschillende botbreuken juist hele grote verschillen. Sommige nemen toe, sommige nemen af, sommige nemen bij een vrouw af en bij een man blijven ze gelijk of nemen toe. Allerlei verschillen, maar de totale som was dus geen verschil. En wat interessant was, dat we ook een analyse hebben gedaan naar die trend, maar dan uitgesplitst bij leeftijdsgroepen. Hier ziet u op de x-as wederom de jaren, dan de kalenderjaren in dit verband. En dan op de y-as ziet u de risico op fracturen. In dit geval gaat het om wervelfracturen bij vrouwen boven de 50 jaar. En nu hebben we niet 1 curve voor vrouwen, maar we hebben dat opgesplitst in verschillende leeftijdscategorieën. En wat dan met name opvalt, is dat deze 3 hoogste leeftijdscategorieën, dat die juist hier de curve laten zien die sterk toeneemt. Met name de laatste helft van onze onderzochte periode. Dus dat betekent dat juist bij de oudere mensen fracturen heel sterk toenemen. Het gaat hier om wervelfracturen bij vrouwen, maar we zagen het ook bij wervelfracturen bij mannen. We zagen het ook bij heupfracturen en sommige andere fracturen. En gezien het gegeven dat er een vergrijzing is in een populatie en mensen steeds ouder worden, kunnen we op grond hiervan vermoeden dat het aantal fracturen sterk zal gaan toenemen. Een andere studie die we gedaan hebben, die was naar vervolgfracturen. Een vervolgfractuur wil zeggen als iemand een fractuur heeft gehad, dat je dan gaat kijken wat dan de kans is dat hij een andere fractuur krijgt. En dat splits je dan uit naar verschillende fracturen. We hebben gekeken naar allerlei eerste fracturen en allerlei vervolgfracturen. Maar ter illustratie laat ik u hier een tabel zien van als iemand een heupfractuur als eerste fractuur heeft. En dan wat is het risico dat hij of een wervelfractuur krijgt, of een bovenarmfractuur of een onderarmfractuur.
uitgesplitst naar man en vrouw. En om u nou te illustreren, laten we zeggen, we hebben een man die een heupfractuur heeft gehad. En we willen weten wat kans op een bovenarmfractuur is. En laten we zeggen dat die man is 52 jaar, dan kom ik bij dit getal. En dat wil zeggen dat het risico van die man om een nieuwe fractuur te krijgen, van een bovenarm dit verband dus, nadat hij ooit een heupfractuur heeft gehad, 8,5 keer hoger is dan in de algemene groep van mannen van zijn leeftijd. Dus dat is een sterk verhoogd risico. En u ziet, dit is geen uitzondering, er zijn meer van die risico's die heel hoog zijn. En dat betekent dus in het algemeen dat als iemand een fractuur heeft gehad, dat hij op grond daarvan bij de groep hoort die een sterk verhoogd risico heeft om een nieuwe fractuur te krijgen. En dat het dus essentieel is dat dan de juiste diagnostiek wordt toegepast en de juiste behandeling. En dat brengt me dan meteen bij het volgende onderzoek, want we hebben daar gekeken naar het voorkomen van behandelingen, van voorschriften, van recepten, van medicijnen. En dat was een hele interessante periode die we onderzocht hebben, want juist in die periode kwamen allerlei medicijnen op de markt voor osteoporosebehandeling. En ook daarvan laat ik van alle data maar één grafiek zien ter illustratie. Dit is een grafiek waarbij u weer de kalenderjaren ziet op de x-as en op de y-as. Dan ziet u het aantal voorschriften per 10.000 patiëntjaren. Oranje is de curve van vrouwen en blauw is de curve van mannen. En wat u ziet is dat aanvankelijk de voorschriften heel gering waren. Dat kwam, die medicijnen waren er nog maar net, er waren ook nog geen richtlijnen. Maar dat er een snelle toename is geweest tot 2003 bij vrouwen. Vervolgens een wat minder snelle toename tot 2006. Dan min of meer een plateau in de volgende 3 jaar. Maar in de laatste 3 jaar een afname in prescripties. Bij mannen was er een minder snelle toename gevolgd door een plateau. Dit zijn belangrijke bevindingen, want wij weten uit andere studies dat maar slechts een klein deel van de mensen die een indicatie hebben voor behandeling daadwerkelijk behandeld worden. En zeker rondom die jaren was dat ook heel duidelijk, is dat duidelijk aangetoond. En dat betekent dus dat we hadden willen zien dat de prescripties nog verder toenamen, zodat de achterstand werd ingehaald, om het zo te zeggen. Maar het omgekeerde was dus het geval, wat zorgen baart. Al met al hebben we bij het eerste deel van de proefschrift met die 4 onderzoeken heel veel data verzameld. Daar is ook veel belangstelling voor geweest in de literatuur. Bijvoorbeeld het onderzoek over die prescripties wat ik net heb laten zien. Dat is ongeveer 60 keer inmiddels geciteerd. En dat onderzoek van de epidemiologie van botbreuk is zelfs meer dan 280 keer. Dan kom ik bij het tweede deel van mijn proefschrift, van mijn onderzoek. En daar hebben we ons bezighouden met de diagnose van wervelfracturen. En wervelfracturen, dat zijn dus fracturen in de wervelkolom, zijn bijzondere fracturen. Elk bot kan zwakker worden en kan breken. Dat is bij een wervel ook zo. Hier ziet u schematisch dat een bot ijler kan worden. Dat noemen we osteoporose, minder kalk, minder kracht. En dan kan een bot ook inzakken. Maar bij een wervel is het bijzondere dat een wervel al in kan zakken gewoon door het lichaamsgewicht zelf. En met name als mensen bepaalde buigingen hebben of zwaar tillen, dan kunnen er enorme krachten op een wervel komen. En dan kan je dus zonder dat je valt een wervel breken. En bijzonder is ook dat bij een wervel een breuk lang niet altijd is zoals bij andere breukplaatsen, waarbij je in één keer een hele breuk hebt. Het kan allemaal kleine microfracturen zijn die uiteindelijk een grotere fractuur maken. De gevolg daarvan is dat mensen heel vaak geen klachten hebben en heel vaak ook niet bemerken dat ze een wervelfractuur hebben. Maar zelfs als mensen wel klachten hebben en ze komen bij de dokter, wordt heel vaak de diagnose niet gesteld. Dat betekent dus dat veel mensen rondlopen met wervelbreuken. En ik heb eerder al laten zien bij die dia met die risico's dat een eenmaal doorgemaakte breuk een sterk verhoogd risico geeft op vervolgbreuken. En dat geldt juist bij uitstek voor wervelfracturen. Dus dat is echt noodzakelijk dat we die diagnostiek gaan verbeteren. Als iemand verdacht wordt van osteoporose, van botontkalking, dan kunnen we de botdichtheid meten. En dit is zo'n machine die dat doet, een DEXA-scan. En de patiënt ligt dan op de rug en van voor naar achter wordt er een stralenbundel, onder andere door de lendenwervels, gedaan. En daarbij kunnen wij zien wat de botdichtheid is. Maar tegenwoordig is het ook mogelijk om met diezelfde machine, we vragen dan de patiënt om op zijn zij te gaan liggen, een zijdelings foto te maken van de wervels. En dan kun je heel goed de individuele wervels bestuderen en bijvoorbeeld hier zou ik denken dat het misschien een fractuur zou zijn. Maar het goed bestuderen van al die aparte wervels, dat kost heel erg veel tijd. Het is dan ook gelukkig dat daar tegenwoordig hele goede software voor ontwikkeld is. Software die zeg maar vergelijkbaar is met software die gezichten herkent, maar in deze software herkent de wervelomtrek. Zodat de wervelomtrek prima aangegeven wordt en als dan vervolgens daar berekening op toegepast wordt, kun je op die manier enorm geholpen worden bij het stellen van de diagnose wervelfractuur.
dit is zoals dat gaat, dit is zo'n zijdelingse foto. En als onderzoeker, als je gebruik maakt van die software, dan zet je puntjes, min of meer, hoeft niet helemaal precies, in het midden van de wervel. Hier is dat bij al die wervels gebeurd. Dan druk je op een knop en dan geeft de software aan wat volgens hem, of haar, dat weet ik niet helemaal zeker, de omtrek is. En als je dan kijkt, dan kan het soms voorkomen dat je het daar niet mee eens bent, dat hij een fout heeft gemaakt. Dat kun je dan zelf met de hand corrigeren. Als je dan alle omtrekken prima op orde hebt, druk je weer op een knop en dan gaat hij berekeningen maken. Dan gaat hij meten wat deze afstand is en deze en deze. En uiteindelijk krijg je een tabel met per wervels allerlei getallen waaruit je kan zien wat er aan de hand is. Wij hebben die software toegepast op dit soort zijdelingse foto's. Maar we hebben bij het toepassen van de software hebben we niet zelf nog correcties gedaan. Dus wat er gebeurde was alleen maar wat de software zelf deed. En we hebben dat vergeleken met een ervaren reumatoloog die al die wervels zelf heeft geannoteerd, zoals het heet, die omtrek heeft bepaald. En vervolgens werd dat als gouden standaard aangehouden. En hebben we dus gekeken hoe de software presteerde ten opzichte van die gouden standaard. En wat we zagen is dat bij normale wervels en graad 1 wervelfractuur de prestatie goed was. De prestatie nam wel wat af bij hogere graden van wervelfracturen. Maar onze conclusie is dat alles overzien deze software heel goed gebruikt kan worden in de dagelijkse praktijk om te kijken naar zijn er wervelfracturen of niet. En we hebben die software dan ook gebruikt bij het laatste onderzoek van mijn proefschrift. En dat was een onderzoek waarbij we gekeken hebben naar de impact van de nieuwe richtlijn die er in 2011 was gekomen. En even heel kort samenvat en iets kort door de bocht, komt het erop neer dat die richtlijn stelde voor dat je bij mensen die je verdenkt van een hoog risico op fracturen, van osteoporose bijvoorbeeld, dat je daar onderzoek doet door botdichtheid te meten. En dan had je grofweg drie mogelijkheden. Of je had osteoporose en dan moest je behandelen. Dan heb je een botdichtheid van min 2,5 of lager. Of je had een normale botdichtheid, dan is het min 1,0 of hoger en dan moet je niet behandelen. Of je zat in een tussengroep. En die tussengroep, het merkwaardige is dat juist de meeste mensen die een bot breken, in die tussengroep zitten. En daarom adviseerde die richtlijn om dan bij die tussengroep te kijken of er sprake was van een graad 2 of graad 3 wervelfractuur. En als dat zo was, moest je alsnog behandelen. Maar dan moest je dus wel dat onderzoek doen waarbij je die zijdelingse foto bekijkt. Vertebral Fracture Assessment. Vond je geen graad 2 of 3 wervelfractuur, dan was er geen sprake van behandeling. We hebben een onderzoek gedaan in twee centra, Ficuri en Maastricht, UMC, bij vrouwen van 50 jaar of ouder, die zich presenteerden met een niet-wervelfractuur. En we hebben twee groepen met elkaar vergeleken, voor de richtlijn en na 1 januari 2011 met de richtlijn. Ik moet er wel bij zeggen dat in afwijking van de richtlijn deden wij niet alleen bij osteoponie het onderzoek, maar we deden bij alle subgroepen het onderzoek, omdat we in het kader van het onderzoek nog meer details wouden weten en meer wouden leren. Wat we zagen, en dat is natuurlijk geen wonder als je van opzij al die wervels systematisch gaat bekijken, dat we veel meer wervelfracturen zagen dan wat we in de tweede groep dan in de eerste groep. En met name, en dat is van belang, juist die graad 2 en 3 wervelfracturen die namen 15 keer toe. En wat met name van belang is, dat is in de groep van de osteopenie, dus die tussengroep, dat daar maar liefst 13,6% van de mensen een wervelfractuur graad 2 of 3 had en daarmee een indicatie had voor behandeling, daar waar ze hem anders niet hadden gekregen voor de richtlijn. En dat resulteerde alles bij elkaar in een toename van 25% van het aantal mensen wat in aanmerking kwam voor een behandeling. Overigens hebben wij, zoals gezegd, in alle subgroepen die analyse, die VFA gedaan. En wij zagen in alle subgroepen dat daar belangrijke informatie naar voren kwam. Conclusie van deel 2 is dan ook dat de onderzochte software goed bruikbaar is in de praktijk. En wat ons betreft maakt ons onderzoek duidelijk dat je bij iedereen, niet alleen met die osteoponie, maar bij iedereen die zich presenteert met een niet-wervelfractuur en die boven de 50 jaar is, dat onderzoek moet doen. En die conclusie die wij hebben, die is ligt mede aan de grondslag aan de nieuwe richtlijn die elk moment kan komen en waarbij ze dat hebben overgenomen. En hiermee dank ik u voor uw aandacht en geef ik graag het woord terug aan de pro-rector. Dank u wel, meneer Van der Velde, voor een heldere introductie van uw proefschrift. Dan gaan we nu beginnen naar de oppositie en die wordt aangevangen door de voorzitter van uw beoordelingscommissie, professor Schaper. En professor Schaper is emeritus hoogleraar endocrinologie in het Maastricht UMC. Professor Schaper. Geachte promovendus, hartelijk dank voor de fraaie voordracht. Want een van de dingen waarmee ik op worstelde toen ik dit
kloeke boekwerk doorlas, was de grote hoeveelheid getallen in 245 pagina's samengevat. En voor u geldt dus zeker, wie niet telt, telt niet mee. En u telt zeker mee naar dit proefschrift. Dus daarvoor mijn complimenten en ook aan uw team. Heel mooi werk. En u zei het zelf al, niet iedere promovendus kan zich erop buigen dat zijn werk ook gebruikt wordt om de richtlijnen aan te passen. Dus dat kunt u toch maar mooi in uw zak steken. Maar goed, niet alleen lof, maar ik wilde natuurlijk ook toch graag met u van nog wat gedachten wisselen. En er zijn wat dingen die ik me gewoon afvroeg naar aanleiding van uw proefschrift. En dan wil ik eigenlijk gaan beginnen bij hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, die combinatie van die twee. In hoofdstuk 3 laat u zien dat over de tijd, in ieder geval in Engeland, de heupfracturen niet afnemen. En zelfs de vertebrale fracturen zelfs enigszins toenemen bij vrouwen ouder dan 50 jaar. Dus we kunnen ervan uitgaan dat we hier spreken over osteoporotische postmenopausale vrouwen. Dus in ieder geval geen afname van fracturen. In diezelfde tijd ziet u een dramatische toename, u liet dat ook zien in uw voordracht, van het gebruik van bisfosfonaten ter behandeling van osteoporose en daarmee ter preventie van fracturen. En dan begin ik te twijfelen, denk ik, we stellen dus al die vrouwen bloot aan die pillen met allemaal bijwerkingen, al of niet heel zeldzaam, u noemt dat ook elders. Werken die pillen dus eigenlijk wel? Want hoe verklaart u die afwezigheid van afname van fracturen, terwijl een deel van de bevolking juist pillen slikt om dat te voorkomen? Geachte opponent, dank voor deze vraag. Het is zo dat in de periode die wij onderzocht hebben, zich een grote dynamiek heeft voorgedaan ten aanzien van allerlei factoren die fractuurincidentie kunnen doen verhogen of juist kunnen doen verlagen. En wat wij zien is dus de optelsom van al die factoren bij elkaar. Om u een voorbeeld te noemen, diabetes is geassocieerd met een sterk verhoogd risico op fracturen. En de diabetes heeft een epidemie vertoond in die jaren, dus dat is maar één zo'n factor. Maar waarschijnlijk is de belangrijkste factor bij vrouwen is het feit dat, en dat geldt als bij mannen ook, dat binnen het cohort wat wij bestudeerd hebben van 50 jaar en ouder, is er toch de leeftijd opgeschoven. Mensen worden gemiddeld ouder en door de vergrijzing zie je dat er steeds meer 80-plussers, 85-plussers, 90-plussers komen. En dat betekent dus dat in die zin er een drive is, een soort intrinsieke drive gebaseerd op leeftijd, dat fractuurincidentie toeneemt. Maar zoals gezegd, er zijn ook andere factoren. En een van die factoren is dat we in die periode hebben gezien dat we de richtlijnen kregen en dat we onderzoek gingen doen, DEXA's, om botdichtheid te meten en dat we ook behandeling gaven. En uiteindelijk is het zo dat bij vrouwen waarschijnlijk het gelijk blijven van heupfracturen te maken heeft met het feit dat die twee factoren en diverse andere factoren zich gebalanceerd hebben. Bij mannen zag je wel een toename van heupfracturen en dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat bij mannen wordt veel minder gedaan aan onderzoek en behandeling van osteoporose. Het staat veel minder op het netvlies dat je daarnaar moet kijken. Een andere factor die bij mannen die verhoging ook nog mede kan verklaren, dat is dat fracturen... Sorry, ik even onderbreek, maar ik wilde het hebben over de dames. Vrouwen gaan voor. Okay. Want die postmenopausale vrouwen, die fascineerden mij. Ik ben het helemaal met u eens. Als ik naar die getallen keek, toen realiseerde ik me ook, toen ik het las van, je moet natuurlijk wel, want u schrijft het ook elders, rekening houden met de verandering in leeftijd. Dus heeft u, want u had die vraag natuurlijk zelf ook kunnen beantwoorden, heeft u ook gekeken naar de analyzed mean change in dus de leeftijd gecorrigeerde incident rates van fracturen over die periode? Dan had u die factor weg kunnen cijferen. Ja, dat hebben we inderdaad niet gedaan. We hebben voor de totale leeftijd gekeken. We hebben wel naar trends gekeken, uitgezet, zoals ik eerder heb laten zien, per leeftijdsgroepen. En daar zie je dus wel degelijk verschillen. Maar dat is de enige analyse die we op dat terrein hebben gedaan. Oké. Dan was mijn vervolgvraag, sluit hier een beetje op aan, net zoals u. Ja, ik was een praktiserende endocrinoloog, u bent het nog. Wat wij natuurlijk doen is regelmatig dan die 50-jarige postmenopausale vrouw blootstellen aan bisfosfonaten. En ik moet u bekennen, anders had ik dat zeker niet gedaan. Ik ben natuurlijk nog even naar aanleiding van uw proefschrift, want dat is goed wetenschap, die stimuleert je tot nadenken. Nog eens even teruggegaan naar de literatuur.
En dan zie ik een publicatie van JAMA Internal Medicine van dit jaar, recent een paar maanden geleden. Daarin staat dat om een heupfractuur te voorkomen bij een postmenopausale vrouw, je er 200 moet behandelen om één heupfractuur te voorkomen in 20 maanden. Als ik aan risicocommunicatie doe met mijn patiënten, of beter gezegd shared decision making, kan ik dan nog wel verkopen aan zo'n vrouw dat ze dat spul moet slikken met al die bijwerkingen die in de krant staan, omdat er 199 vrouwen daar geen voordeel bij zullen hebben? Ik denk dat mensen voor een kleinere kans allerlei andere dingen ook laten. Dus hoe kijkt u daar tegenaan? Zijn bisfosfonaten eigenlijk wel erg effectief of moeten we naar andere behandelingen? Een interessante vraag. Eerste wat belangrijk is, is te realiseren dat heupfractuur ernstige gevolgen hebben. Dus ook al zou er maar één zijn na 2 jaar, het gaat gepaard met mortaliteit, het gaat gepaard met mensen die daarna opgenomen worden in het verpleeghuis, het gaat gepaard met hoge kosten, dus het is niet niks. Het probleem is dat bij fracturen vaak gedacht wordt dat, ach ja, je hebt een fractuur, je krijgt een gips en het gaat weer beter, maar zo is dat niet. Fracturen kunnen een enorme implicatie hebben. Een tweede punt is dat het gaat niet alleen om heupfracturen, je hebt diverse, je hebt heel veel fracturen, dus in totaal kun je toch een aanzienlijke kans lopen op een fractuur. En verder is het dan ook nog eens een keer zo dat 2 jaar relatief ook een korte periode is. Je grijpt in op een botweefsel dat waarschijnlijk al heel lang achteruit gegaan door allerlei factoren. En vervolgens ga je dan na 2 jaar kijken. Dat kan en dan zie je al verschillen. Maar je kunt ervan uitgaan dat op lange termijn die effecten alleen maar beter zullen zijn. Ja, ik denk dat we daar een andere keer nog misschien van gedachten over moeten wisselen. Want bijvoorbeeld in Nederland nemen wij meestal een number needed to treat van 1 op 100 aan als kritische grens. En alles boven de 100 is het toch lastig om middelen vergoed te krijgen en richtlijnen verwerkt te krijgen. Natuurlijk, u kunt zeggen ik tel alles op en dan komt u onder de 100 op 94 in diezelfde periode. Maar goed, toch nog een klein getal. Maar u hebt zeker een punt, dus ik ben heel tevreden met uw antwoord en ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel, professor Schaper, voor uw oppositie. Dan gaan we naar de volgende opponent, die is ook lid van de beoordelingscommissie. Dat is professor Emmelot Vonk. Zij is hoogleraar klinische geriatrie verbonden aan het hoogleraar klinische geriatrie uit Utrecht, het UMC Utrecht. En ik dank u natuurlijk hartelijk voor het komen uit Utrecht. De Universiteit van Maastricht is altijd heel blij met gasten van buiten. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, geachte meneer de promovendus, ook ik wil u natuurlijk van harte feliciteren en complimenteren met het prachtige proefschrift wat hier voor me ligt. Er wordt vaak gezegd, een promotietraject is een proef van doorzettingsvermogen. En ik denk dat u dat absoluut heeft laten zien, dat u dat heel goed gedaan heeft. En mijn felicitaties betreffen natuurlijk ook het promotieteam wat hier tegenover me zit. Nou, het is een mooi proefschrift waar echt genoeg over te discussiëren valt. Dus smullen om te lezen. En u begon zelf al even met hoofdstuk 2 over wat voor belangrijke data dat opgeleverd heeft en hoe vaak dat al geciteerd is. Nou, is ook het hoofdstuk waar ik heel erg van gecharmeerd was, wat heel mooi laat zien dat er enorme fractuurverschillen tussen de verschillende groepen zijn. Of je nou naar leeftijd kijkt, of je nou naar geslacht kijkt, of je nou naar stedelijk of landelijk kijkt. Noem maar op, u heeft het allemaal uitgezocht. Maar als klinicus zit ik dan natuurlijk wel meteen na te denken, wat betekent dat dan voor de praktijk? En hoe kunnen we die mooie data die u ons geleverd hebben nu gebruiken om de zorg voor het voorkomen van fracturen in de toekomst nog verder te verbeteren? Zou u daar iets over uw ideeën die u daarover heeft aan mij willen vertellen? Ik denk dat, in de eerste plaats, geachte opening, dank voor uw vraag. Ik denk dat deze data inderdaad wel te gebruiken zijn. In eerste plaats is het zo dat deze data door die verschillen inzicht geven in mogelijke factoren die een rol spelen bij het ontstaan van osteoporose. Als we bijvoorbeeld kijken naar de verschillen met sociaal-economische klassen, wat zich bij vrouwen niet voordeed, maar bij mannen bijvoorbeeld wel, dan zagen we dat de situatie is dat sociaal-economische klasse, als die lager is, dat het gepaard gaat met hoger risico. Maar dat is een uiting van een aantal zaken die lagere sociale klasse met zich meebrengt. En dan praten we over lifestyle, roken, te veel alcohol, verkeerde voeding, slechte intake van micronutriënten.
dat soort zaken, maar ook minder toegang tot zorg, tot onderzoek. En dat zijn allemaal zaken waar wij van kunnen leren, want in feite kan je het ook zeggen, we doen het niet goed genoeg met z'n allen, want we laten het gebeuren. En juist ten aanzien van osteoporose moet ik zeggen dat ik, binnen de geneeskunde wordt wel eens gesproken over holistische geneeskunde, en daar ben ik niet altijd zo enthousiast voor, maar juist hier vind ik eigenlijk dat we holistisch en niet alleen maar als repair geneeskunde moeten werken, maar moeten kijken om van tevoren dingen te voorkomen. Dus je zou kunnen ingrijpen hierop door een indicatie te geven over gezonde voeding, over bewegen, zodat mensen een grote piekpotmassa opbouwen en in plaats van dat ze achter de computer de hele dag zitten en dan dat niet opbouwen. En vervolgens zorgen dat ze die botten ook goed houden en dat ze sporten en dat ze allerlei bewegingen doen. Dat is duidelijk. Heel veel leefstijlen. Okay. Dat is heel goed, maar we weten natuurlijk ook dat dat heel lastig is om dat in de praktijk te bewerkstelligen. En dat we daar met z'n allen hard aan bezig zijn. Maar nou ja, dat het ook iets is voor de toekomst. Maar ik wil eigenlijk een andere punt. Denkt u dan dat we eigenlijk, want u zegt, het heeft, we zien ook de lagere sociale economische klasse die moeilijke bereikbaar heeft in de zorg. Zouden we met DEXA-bussen door bepaalde wijken moeten gaan rijden? Ik denk dat wij in ieder geval moeten kijken naar andere vormen van zorg organiseren. Daar ben ik met u eens. En of dat nou per se een DEXA-bus moet zijn. Maar ik moet wel inderdaad, als ik dan daar toch aan denk, de analogie met de COVID-vaccinatie, waarbij men ook op de markt is gaan staan. Misschien is dat helemaal niet zo'n gek idee. Dat je mensen aanspreekt op een manier die bij hun goed binnenkomt. Een punt wat tegenwoordig ook wel van belang is, is dat er veel te doen is over bijwerking van medicijnen. En wat blijkt is dat juist mensen met een lagere opleiding daar veel meer door stoppen met medicijnen, of ze niet nemen, dan mensen die wat meer geïnformeerd zijn. Dus ook informatie, communicatie, zijn allemaal zaken die van belang zijn. En dit zou een heel mooi out-of-the-box idee zijn. Ja. Oké. Nou, volgens mij kunnen we hier nog heel lang over discussiëren, maar er zijn nog heel veel leuke dingen in uw proefschrift. En een van de dingen waar ik altijd blij van word, dat zijn de stellingen. Dat wordt de zaal denk ik ook, dat is het eerste wat je leest. En ik wou eigenlijk vragen of een van de paranimfen stelling 7 zou willen voorlezen. Stelling 7. Na de microfoon. In de gezondheidszorg levert de registratie van kwaliteit voornamelijk informatie op over de kwaliteit van de registratie. Nou, als je dit zo leest, dan klinkt het niet alsof u heel enthousiast bent over kwaliteitsindicatoren. Jawel, daar ben ik wel enthousiast over. Ik denk dat het noodzakelijk is dat we met z'n allen voortdurend de spiegel voorgehouden kregen, waardoor we beter kunnen werken. Alleen ik denk dat het goed moet gebeuren. En wat je in de wetenschap soms ziet, dat is dat er allerlei studies gepubliceerd worden. Bijvoorbeeld, ik noem wat, dan is er een onderzoek dat bij protonpompinhibitors meer fracturen voorkomen. Maar als je dan goed kijkt naar die onderzoeken, dan klopt er vaak van alles niet van. Er zitten allemaal confounding in. Dus met andere woorden, we doen wel van alles, maar we hebben er eigenlijk niet zo heel veel aan, naar mijn mening. Dat soort onderzoek. En eigenlijk heb je dat met kwaliteitsregistratie ook. Je hebt heel vaak dat bepaalde zaken opgemerkt worden. En als je dan vervolgens verder inzoomt, dan blijkt dat er allerlei verschillende populaties met elkaar vergeleken zijn. En dat het dus niet klopt. Nou, daar kan ik me deels in vinden. Maar dat betekent dat we misschien nog beter moeten kijken. Wat zijn dan goede kwaliteitsindicatoren? En als we het even terugbrengen naar uw proefschrift. En we willen toch met z'n allen de kwaliteit van de osteoporosezorg verbeteren. Wat zou dan een goede kwaliteitsindicator zijn? Nou, in ieder geval een paar hele simpele, maar die meteen al wat mij betreft morgen ingevoerd zouden moeten worden. Dat is in de eerste plaats als iemand op de fractuurpoly komt, boven de 50 met een fractuur, dat hij een DEXA krijgt. Dat lijkt heel simpel, maar een recent onderzoek, 2 jaar geleden is een rapport gestuurd door het Nederlands Zorginstituut naar de minister. En dan blijkt dat in ziekenhuizen in Nederland maar 30% dat doet. Nou, dat lijkt me wel zo makkelijk. En dan moet je voorstellen, 30%. Maar er waren ziekenhuizen die het 100% deden. En er waren ziekenhuizen die het op 5% deden. Ja, dat is onbestaanbaar. Dus het eerste wat ik zou zeggen, meteen op de website, zoveel procent hebben wij DEXA. En zit je onder 50% volgend jaar geen osteoporosezorg meer. Dat zou mijn eerste zijn. Maar ik hou een beetje van out of the box denken. En gaat het er nou om dat we die DEXA maken? Of gaat het erom dat we fracturen voorkomen? En zouden we eigenlijk niet naar een ander soort uitkomstmaten moeten gaan? Ja, ik ben het met u eens dat uiteindelijk gaat het om wat het effect wat je krijgt. Maar het is wel zo dat bewezen is dat als mensen geen DEXA krijgen, dat blijkt ook uit datzelfde rapport wat ik net aanhaalde, dat ze dan bijna nooit een behandeling krijgen. Dus met andere woorden, je ziet ook in studies dat wat ik heb laten zien, dat prescripties teruglopen, behandelingen teruglopen, hebben ze ook elders gezien. En dat konden ze vaak relateren aan minder DEXA's. Bijvoorbeeld in Amerika, omdat minder DEXA's vergoed worden. DEXA is niet de heilige graal. Maar het is wel een belangrijk hulpmiddel en het is wat mij betreft onbestaanbaar dat je een ziekenhuis hebt die dat amper doet bij mensen die met een fractuur komen.
Nou, volgens mij, ik ben bang dat mijn tijd erop zit. Ik geef het woord terug aan de voorzitter, maar dank voor uw antwoorden. Dank u voor uw oppositie, professor Emmerot Vonk. Dan gaan we nu naar de volgende opponent, die ook lid van de beoordelingscommissie was. Dat is professor Janssen Heijnen. Zij is hoogleraar klinische epidemiologie in het bijzonder kanker bij ouderen bij het MUMC en werkzaam in het Vicurie Medisch Centrum Noord-Limburg. Professor Janssen. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovendus, ook ik heb uw proefschrift met heel veel belangstelling gelezen. Ik zit zelf niet echt in het onderwerp, ik kom natuurlijk vanuit de oncologie, maar zelfs voor mij was het gewoon heel mooi om te lezen, heel duidelijk. En ik wil u dan ook van harte complimenteren, samen met uw promotieteam, voor dit mooie werk. In de verschillende hoofdstukken heeft u heel veel losse puzzelstukjes geanalyseerd. En in de general discussion wordt duidelijk hoe deze allemaal samenhangen. En daar is de interpretatie en de relevantie ook duidelijk. Nou, wat net ook al naar voren is gekomen, dat is dat er heel veel verschillende factoren kunnen spelen. En dat maakt het natuurlijk niet makkelijker om al de resultaten te interpreteren. En ik wil eigenlijk met u van gedachten wisselen in eerste instantie over hoofdstuk 5. In hoofdstuk 5 laat u zien dat patiënten die een fractuur hebben gehad, een hoog risico hebben op een vervolgfractuur. En u concludeert dan ook dat het van belang is om die patiënten adequaat te behandelen met anti-osteoporose medicatie. Nou, verder beschrijft u ook in de discussie dat het risico op zo'n vervolgfractuur het grootste is in de eerste 2 jaar. Het viel me op dat u dat niet meegenomen had in dat hoofdstuk, dus analyses. Maar wetende dat wat het hoogste is in de eerste 2 jaar, wat zou dan uw aanbeveling zijn op het gebied van de medicatie? Geachte opponent, dank voor deze vraag. Mijn aanbeveling zou zijn dat wij patiënten die een fractuur hebben vroeg oproepen voor een fractuurpolie, waarbij wij gaan kijken naar zaken als de DEXA, zijn er misschien aanwijzingen voor secundair osteoporose en dan daar waar nodig, natuurlijk ook VVA, dat was al even vergeten, en daar waar nodig dan ook medicatie starten. Alleen in praktijk zien we dat toch nog veel mensen niet komen en bovendien is het ook zo dat sommige mensen met grotere fracturen überhaupt niet mobiel zijn. Dat laatste zou je kunnen ondervangen door bijvoorbeeld nieuwe vormen van zorgverlening, waarbij je dat via de beeldverbinding doet. En op die manier mensen sneller betrekt. Of bijvoorbeeld bij mensen op de afdeling al langs gaat en daar ze meeneemt in het traject. Maar nu heeft u het over de diagnostiek. En daarmee ook de behandeling. Ja, maar zou u dan adviseren om vooral de eerste 2 jaar te behandelen of blijvend te behandelen? Op die manier. Nou, ik denk in ieder geval dat we meteen zo vroeg mogelijk moeten behandelen als er een indicatie is, omdat het risico zo hoog is. Maar ik zal zeker blijven behandelen. Het is zo dat weliswaar het risico in het eerste jaar hoog is, maar het blijft een hoog risico, zeker tot 5 jaar. Maar bij diverse studies zie je ook daarna nog een hoger risico. Dus ik zou zeker blijven behandelen totdat volgens de protocol, volgens de richtlijnen, de behandeling klaar is. Mm-hmm. En dan heeft u het in uw proefschrift ook over polyfarmacie als risicofactor voor fracturen. Met die behandeling draagt u natuurlijk wel bij aan de polyfarmacie. Ja, dat is inderdaad een hele belangrijke. Maar het punt met polyfarmacie is, op zich is polyfarmacie niet verkeerd. Maar waar het om gaat is dat soms de indicatie van sommige geneesmiddelen niet goed zijn. Neem bijvoorbeeld weer de protonpomp-inhibitors. Die worden vaak voorgeschreven voor een probleem. Dat is vaak al lang weg, maar het gaat maar jarenlang door. Dus dat is één ding. En het tweede punt is dat er sommige riskante combinaties zijn. Waarbij bijvoorbeeld die verschillende middelen gebruikt worden die sedatief werken. Waardoor dan wat ze in Engeland zo mooi noemen de sedative burden te hoog wordt en mensen gaan vallen. Dus polyfarmacie is vaak nodig. Als je heel kritisch kijkt naar voorschrijven bij bijvoorbeeld oudere kwetsbare mensen, dan is het heel vaak zo dat sommige middelen af moeten en sommige middelen erbij moeten. Het gaat er dus om dat polyfarmacie vraagt heel goed maatwerk en heel goed iedere keer update, niet iets jarenlang door laat lopen. Ik ben blij dat u er zo over denkt. Waar we het net ook al enigszins over gehad hebben, dat zijn de leefstijlfactoren. Kijk, dat zijn natuurlijk beïnvloedbare factoren, dat kwam net ook al aan bod. Het viel mij op dat daar in uw proefschrift niks over staat, geen aanbeveling. U heeft dat ook niet meegenomen in uw analyses. U zegt ook diabetes bijvoorbeeld is een risicofactor. Dat is natuurlijk ook een van de beïnvloedbare factoren. Hoe kijkt u daar tegenaan en op welke manier gaat u daarmee om? Wat is de aanbeveling of hoe gaat u daar misschien in de kliniek mee om?
In ieder geval is het wat mij betreft heel erg belangrijk dat als we het hebben over lifestyle, dat we dat meteen weer breder trekken. Per slotverrekening is het zo dat wat goed is voor je botten, niet roken en bewegen, ook goed is voor je hart en vaten en ook je kans op diabetes minder maakt. Dus het gaat daar ook weer over wat ik dan noem die holistische aanpak. En dat betekent dat je mensen moet motiveren. Dat is in praktijk heel moeilijk. En dat je dus eigenlijk niet op botten moet richten, maar breder op de gezondheid. En daar vroeg mee moet beginnen en dan zul je waarschijnlijk echt meer moeten doen dan alleen een dokter. Wij als dokters proberen natuurlijk mensen te motiveren. We doen dat door uitleg te geven, door op een positieve wijze mensen te motiveren, dus niet ze negatief te benaderen. Maar ik voel me soms ook best wel onmachtig in mijn spreekuur. Ik zou graag willen dat we veel meer samen zouden werken met scholen, met de gemeente. En eerlijk gezegd, we hebben ook wel ideeën om dat te gaan doen. Mooi. Dan vroeg ik mij nog af, hoe solide is het bewijs voor het beschermend effect van die anti-osteoporose medicatie? In de general discussion op pagina 174 noemt u een hele hoop limitaties van het bestaande onderzoek. En ook gezien het feit dat we inderdaad geen afname zien, dus er spelen heel veel dingen door elkaar. Maar hoe zeker zijn we ervan dat die medicatie ook echt werkt? Die medicatie, die verschillende medicijnen zijn onderzocht in gerandomiseerde trials. En daar is het effect duidelijk gebleken. Het is kosteffectief om die middelen in te zetten. Maar zoals gezegd, er zijn zoveel factoren die daar gespeeld hebben in 22 jaar. En bovendien is één ding wat ontzettend belangrijk is. Maar een klein deel van alle mensen die in aanmerking komen, krijgt die medicijnen. Maar vervolgens, in Nederland bleek dat na een jaar, recente cijfers, 36% ermee stopt. En van degenen die wel doorgaan, nemen lang niet altijd de tabletten die ze moeten hebben. Dus in praktijk is er nog ontzettend veel te verbeteren. Voordat wij zouden concluderen dat in praktijk die middelen niet werken, moeten we eerst ons werk beter doen, denk ik. Nog één korte vraag op het eind. U beveelt ook aanvullend onderzoek aan op dit gebied. Wat zou uw specifieke onderzoeksvraag zijn? Waarmee u zou willen beginnen? En dan heeft u over de lifestyle? Ja. Nou, over de medicatie. Over de medicatie. Ik zou willen beginnen met een van de dingen die echt heel erg belangrijk is, is uitleg, communicatie met patiënten. Want wat bijvoorbeeld blijkt in een onderzoek in Spanje, dat is als er weer een bijwerking kwam, in dit verband dan atypische femurfracturen, dat mensen dan stoppen met de medicijnen. En dat kan, want je kunt dan een andere afweging hebben tussen risico en voordeel. Maar wat je zag is dat stoppen niet uitmaakt of mensen een lichte fractuur hadden, met althans een licht risico of een heel ernstig risico. Het was gewoon rukzichtloos over de hele breedte gestopt. Mm-hmm. En dat past niet bij een goede afweging. Dat past dus ook niet bij met kennis toepassen van, oh, er is een ernstige bijwerking. De balans komt anders te liggen. En dat blijkt dat communicatie ontzettend belangrijk is. Wat zou dan uw specifieke vraag zijn? Even in één zin, want dan moet ik stoppen. Mijn specifieke vraag zou zijn dat we bij hulpverleners zorgen dat er betere kennis is. En dat hulpverleners beter in staat zijn om te communiceren met mensen. Want wij hebben als concurrentie allerlei populaire kanaals die die bijwerking enorm opkloppen. En daar lopen we mis. Dank u wel. Ik ben tevreden met deze antwoorden. Ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel, professor Janssen Heijnen, voor uw oppositie. Dan gaan we naar de volgende opponent en dat is professor De Bruyne. Hij is hoogleraar pathologie, verbonden aan het MUMC en werkzaam in het VIE-Curie Medisch Centrum. En vandaag heeft hij ook nog de rol geaccepteerd van secretaris van dit comité. En daarvoor ben ik hem zeer erkentelijk. Professor De Bruyne. Dank u wel, meneer de prorector. Uiteraard doe ik dat met het grootste plezier. Meneer de promovendus, de eerste vraag die ik ga stellen, die ga ik zelf beantwoorden. Dat is namelijk, als u zich voorstelt, een patholoog die de hele dag diagnoses te stellen op oncologische vraagstellingen en als hobby heeft maag-darm- en leverpathologie, dan luidt de vraag, wat doet u hier eigenlijk? En het antwoord erop wil ik wel geven. Ik zit hier, een van mijn doelen is om toch even stil te staan bij dit evenement. Ik wil even de loftrompet steken over u. En dat is niet alleen heeft dat te maken met de kwaliteit van uw boekje. Dat is een fraai stuk, wat zelfs ik met mijn achtergrond met heel plezier heb gelezen. Maar het is zo dat u heeft zelf gezegd 9 jaar over gedaan. En als ik het goed begrijp, heeft u in het zicht van de haven besloten om iets anders te gaan doen naast uw toch al drukke baan van internist-endocrinoloog, is namelijk de taak van voorzitter van het medespecialistbedrijf /CMS bij ons op u te nemen. Ik heb daar heel veel bewondering voor dat u dat gedaan heeft. Het was ook geen makkelijke tijd, laten we wel zijn, met een ziekenhuisfusie die heel veel energie gekost heeft en uiteindelijk niet doorgegaan is. Een wisseling van de raad van bestuur.
En COVID is er overheen gekomen en nu bent u druk bezig met een nieuwe strategie te bedenken samen met de huidige raad van bestuur over waar het ziekenhuis heen gaat. Nou, dat alles is heel knap en ondertussen dacht ik al die jaren van nou, dat proefschrift, dat moet ik nog zien. Maar u heeft het dus toch afgemaakt en dat is wel heel knap. Verdient een extra compliment. U bent niet alleen voorzitter, maar ook een voorbeeld, mag ik wel zeggen, voor alle specialisten die in Ficurie werken, vind ik. Omdat u heel goed zowel de inzet voor het ziekenhuis als uw inzet voor de patiëntenzorg als de wetenschap combineert. En dat hoort in een STZ-ziekenhuis. Dus dat wat betreft de loftrompet. En natuurlijk ook complimenten en compliments voor het begeleidingsteam. Waarbij ik toch één individu ook naar voren wil halen. Als het hebben over fracturen. U bent één been wat nog niet gebroken is. Het andere been is professor Joop van den Berg, die ook heel erg sterk een rol speelt bij het ondersteunen van, laten we zeggen, de STZ-status. Goed, ik kijk even op de klok. Ik ga niet die 7,5 minuut hiermee vullen, maar ik maak dan wel een bruggetje naar iets wat maag, darm en lever nog een beetje in zich houdt. En dat is de PPI's. U heeft laten zien dat eigenlijk het totale, de incidentie van fracturen bij personen van 50 jaar en ouder niet, het totaalpakket neemt niet toe. Maar in de tijd tussen 1990 en 2012 is er natuurlijk een hoop veranderd. Er komen er ook nieuwe medicaties op de markt. En een van die dingen is natuurlijk de protonpompremmers die ruim gebruikt worden. En je zou kunnen zeggen, als je de literatuur over ziet, dat daar best wel verdenking zou kunnen bestaan dat dat invloed heeft op de samenstelling van je bot, van je skelet. Maar u voert aan in uw betoog, met name in de discussie, dat er zijn twee gerandomiseerde studies en die hebben geen significant effect aangetoond van PPI op de fractuurincidentie. Nou is mijn vraag, is de discussie daarmee gesloten of is er toch nog een mogelijkheid dat het wel invloed heeft en weten we misschien niet alles van PPI, want bijvoorbeeld het is een over-the-counter druk, hè? Je kunt gewoon Nexium bij Albert Heijn kopen. En ik wil u vragen om daarop in te gaan en ook mee te nemen waarom zou PPI überhaupt een rol kunnen spelen bij de samenstelling van het skelet. Dus wat meer over de mechanistische kant. Geachte opponent, bedankt voor deze vraag. Er is inderdaad in de periode die ik bestudeerd heb een enorme toename gekomen van voorschriften van PPI's. En er zijn ook publicaties gekomen waaruit opgemaakt zou kunnen worden dat die PPI's fracturen doen toenemen en dat tezamen zou dus grote zorgen baren. Echter, als wij kijken naar die studies, dan zien we dat er heel veel studies zijn gepubliceerd, maar dat op de methodologie vaak wel wat aan te merken is. En wat namen een rol speelt is dat er geen randomisatie plaatsvindt. En dat wil zeggen dat men vergelijkt een groep die PPI's krijgt met een groep die dat niet heeft en men gaat dan wel allerlei correcties doen om die verschillen te corrigeren, maar in praktijk lukt dat niet en is er bijna altijd sprake van wat dan heet residual confounding. Er blijft altijd nog een soort scheve verdeling tussen die groepen. Heel fascinerend vond ik een studie die professor De Vries heeft gedaan en dat was een studie naar aanleiding van een publicatie die liet zien dat fracturen veel meer voorkwamen en toen heeft hij bij dezelfde database, maar dan met een hele nauwkeurige analyse aangetoond dat het niet zo was. Two databases. One database, two studies and two different conclusions. Prachtig onderzoek. Dus er zijn heel veel studies geweest, maar die spreken elkaar ook tegen. Wat ook belangrijk is, er is ook nooit een algemeen aanvaard mechanisme gevonden. Weliswaar is het zo dat er studies zijn geweest die lieten zien dat calcium niet goed opgenomen werd, of magnesium, of beide, of bijvoorbeeld ook vitamine B12. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel studies die dat weer spraken. En er waren studies die zeiden dat komt alleen maar voor bij een nuchtere situatie, of juist na de maaltijd wordt niet goed opgenomen. Enfin, er is dus alles bij elkaar geen duidelijk mechanisme vastgesteld. Studies in vitro, die lieten soms zelfs zien dat PPI's gunstige werking hebben op botcellen. En uiteindelijk zijn er dus twee grote gerandomiseerde studies gekomen, waarbij dat waren studies die niet opgezet waren om deze vraag te beantwoorden, maar gelukkig wel meegenomen zijn om deze vraag te beantwoorden. En dat waren studies waarbij gekeken is, als mensen last hebben van zuur wat terugkomt, van reflux, wat is dan de beste therapie? Of langdurig doorgaan met zuurremmende medicijnen, of een operatie. En de ene operatie was een open operatie, waarbij de hele borstkas opengehaald wordt, en de andere was een gesloten operatie met laparoscopie. En het mooie is dat dus in die groep die geopereerd is, niets gedaan is aan de zuursecretie, alleen het zuur komt niet meer omhoog. En daar hebben we dus een perfect model om te kijken wat gebeurt er. En wat er gebeurt
is niet alleen dat het aantal fracturen laag is, maar het is ook volstrekt gelijk in beide groepen. En wat mij nog meer overtuigt, dat is dat je ziet geen verschil in calcium, je ziet geen verschil in PTH, je ziet geen verschil in magnesium en geen verschil in B12. En wat mij betreft is daarmee toch het boek voor een groot deel niet helemaal gesloten. En waarom zeg ik dan niet helemaal? Ik ben ervan overtuigd dat er een subgroep is van mensen die kwetsbaar zijn. Dus daar waar op populatieniveau ik denk dat die PPI's niet gevaarlijk zijn, is er een subgroep van mensen die kwetsbaar zijn. En eerlijk gezegd, ik heb dat in mijn praktijk ook gezien, mensen die PPI's krijgen, maar die bijvoorbeeld oud zijn en daarnaast ook nog een andere ziekte met malabsorptie bijvoorbeeld. Daar zie je soms mensen met ernstige hypomagnesemie, dat zijn casussen van beschreven. Mm-hmm. En ik heb zelf een patiënt meegemaakt die we daarna op een andere zuurremming zetten en die ging goed naar huis, maar vanwege een fout werd weer per ongeluk weer PPI gegeven en hadden we gewoon perfecte studie als het ware van dat het weer gebeurde. Dus er zijn kwetsbare mensen waarbij met name via magnesium en dan secundair ook calcium wel degelijk problemen kunnen zijn. En dat betekent inderdaad dat we met verstand een beleid moeten voorschrijven en met name ook moeten kijken of het gestopt kan worden. En dat ik me inderdaad ook zorgen maak over die over-the-counter verkoop. Mm-hmm. Ja, ik heb mezelf in de voet geschoten met mijn loftompet, maar dus ik ga langzamerhand afronden. Wat ik nog wel in uw betoog, waar ik verder... Hele korte vraag en een heel korte antwoord. Alleen maar een opmerking. U noemt de calcium-magnesium, maar je vergeet de gastrinepoot in feite, hè? De gastrine-histaminepoot. Maar dat is voor een andere keer misschien. Ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel. Dank u wel, professor Bruyne, voor het bespelen van een loftrompet en ook voor uw oppositie. Dan gaan we naar de volgende opponent en dat is dokter Verhaar. Hij is internist, geriater in het UMC Utrecht. En ook u, dokter Verhaar, dank voor de komst helemaal uit Utrecht. Ja, dank u wel. Geachte promovendus, ongelooflijk hoe veelzijdig u bent. Ik heb dat vanmiddag een aantal keren nu vernomen. Ik vind 9 jaar vind ik eigenlijk nog kort als je hoort wat je allemaal nog aan nevenfuncties en andere zaken hebt gepresteerd. Wij hebben beide de periode meegemaakt dat de bisfosfonaten in de jaren 70 opkwamen. En dat heeft dan in de UK nog even geduurd voordat die ook echt voorgeschreven werden, begreep ik. Dat is op een gegeven moment echt wel een hype geworden en heel goed gegaan. Tot op een gegeven moment er een plateau ontstond en er een afname optrad. En nou wil ik aan u vragen, wat denkt u dat nou de belangrijkste oorzaken zijn van die trend? En hoe zou je dat kunnen aanpakken? We hebben wel wat fragmenten al gehoord, maar die trend is duidelijk, en dat is internationaal zo, naar beneden aan het gaan. Terwijl bisfosfonaten in mijn ogen een van de meest efficiënte, effectieve medicaties zijn die daar is. En of je nou numbers niet to treat bekijkt, je kijkt meer naar absoluut risico, dan is het eigenlijk onvoorstelbaar dat die trend naar beneden is gegaan. Kunt u daarop uw mening geven? De oorzaken en wat te doen? Geachte opponent, dank voor uw vraag. Ik kan daar zeker het een en ander van zeggen. Wat ik een heel mooi onderzoek vond, dat was van JA in Amerika. JA met J-H-A. En die man die heeft een onderzoek gedaan waarbij hij gekeken heeft naar berichten in de media, bijvoorbeeld over de atypische vemurfracturen. En vervolgens ging hij dan kijken of er dan meer op internet gezocht werd naar die bijwerking. En vervolgens of daarna frequentie afnam. En dat was precies in één lijn. En dat is ook in andere landen is dat aangetoond. En dat betekent dus dat waarschijnlijk toch die grote bijwerking die enorm opgeklopt worden, in ieder geval van belang zijn. Maar het zal duidelijk zijn dat bijwerkingen beter getolereerd worden als mensen zelf ervan overtuigd zijn dat ze een ernstige ziekte hebben. En ik denk dat daar ook een probleem ligt. Ik denk dat nog steeds, en dat geldt niet alleen voor patiënten, maar ook voor hulpverleners, artsen, heel veel mensen denken dat een breuk, dat is gewoon pech en je hebt een beetje gips en je bent weer klaar. Terwijl, zoals ik al eerder gezegd heb, een breuk enorme implicaties kan hebben. Dus dat speelt ook mee. En dan uiteindelijk, zoals ik al zei, artsen zelf die niet overtuigd zijn van de meerwaarde en die denken, het valt allemaal mee. En dan bovendien ook nog niet goed communiceren. En dan het totale plaatje bij elkaar, denk ik dat het een fatale combinatie is van sensationele berichten in de media, die vaak ook enorm opgeklopt zijn. En vervolgens hulpverleners die daar niet goed over communiceren en die zelf ook niet echt achter die behandeling staan. En die zeggen, oh, als je wil stoppen, dan stoppen we maar.
Ja, en wat we daartegen moeten doen. Ik denk dat we in ieder geval moeten kijken hoe we de zaak meer in balans krijgen. Dus dat we kunnen uitleggen, ook via de kanalen die blijkbaar de gewone mensen bereiken, hoe we kijken tegen de voordeel- en nadeelbalans. Dat is één. En wat de risico's zijn van osteoporosebehandeling en hoe effectief die behandeling is. Ik denk daarnaast dat er heel veel te winnen is door te zorgen dat hulpverleners, dat artsen zelf ook kennis hebben van zaken, want dat schort er vaak ook aan. En tenslotte dan communicatie. Hoe motiveer je een patiënt? Hoe leg je dingen uit? Ja, ja, die communicatie ben ik het helemaal mee eens. Wat, hoe meer tijd je daarin steekt, hoe betere resultaten. Toch zie je, hè, bijvoorbeeld de kaaknecrose, die nog even niet gevallen is. Dat wordt dan op een gegeven moment bekend. De atypische kaaknecrose bij bisfosfonaten. Daar komen nascholingen over voor tandartsen en kaakchirurgen. En vervolgens wordt onze osteoporosebehandeling met de zeg maar orale bisfosfonaten bijna afgeraden door deze behandelgroepen. Hoe denkt u daarover? Dat blijft maar terugkomen. Die tandartsen die patiënten adviseren om te stoppen of niet te behandelen. Op basis van het risico op mogelijk kaaknecrose van 1 op 100.000 patiëntjaar. Klopt. Het is inderdaad zo dat ik denk dat daar geen goede afweging gemaakt wordt. Ik heb wel een klein beetje sympathie voor ze. Omdat als iemand kaaknecrose heeft, dan kan dat echt ook een heel moeilijk te behandelen probleem zijn. Met grote gevolgen. Dus dat is wel de andere kant van het verhaal. En ik denk dat ze daardoor, door casuïstiek die ze gezien hebben, bang geworden zijn dat ze ooit zelf iemand bijvoorbeeld een kies laten trekken en dat die dat dan krijgt. Dus ik denk dat het een soort overdreven angst is, bang om iets te doen. En daarom willen ze van die middelen af. Maar het begint denk ik ook daar met voorlichting. Hoe zelden dat voorkomt, hoeveel van die casuïstiek beschreven is bij mensen die bisfosfonaten kregen vanwege kanker, die dus al een slechte conditie waren, een chemotherapie kregen en veel vaker en veel meer als dosering kregen. Al dat soort zaken kan de zaak in perspectief brengen. Maar ik geef toe, het is hardnekkig en met name bij die beroepsgroep die als het ware helemaal losstaat van ons, maar wel die behandeling vaak stopt. Ja, ja, absoluut waar. Hè? Dus de hogere doseringen IV van de bisfosfonaten die kaaknecrose geven, dat wordt op één lijn gelegd met de osteoporose doseringen. Hartelijk dank voor uw antwoord. Ik ben zeer tevreden. Ik geef het woord terug aan de conrector. Dank u wel, dokter Verhaar, voor uw oppositie. Dan gaan we nu naar de volgende opponent. Dat is dokter Blijdorp. En zij is internist, endocrinoloog in het Vicurie Medisch Centrum Noord-Limburg. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovendus. Ik kan alleen maar respect hebben voor het werk wat hier voor me ligt en ja, de afgelopen jaren dat u hier naast al uw andere taken dit hebt volbracht. Toen ik dat hoorde, wat u allemaal deed, nog maar kort dat we elkaar kennen, dacht ik, hoe dan? Hoe kan dit? Maar nou, u staat hier dan wel mooi. Dus nou, nogmaals, ik kan er alleen maar respect voor hebben. Ik heb met interesse hoofdstuk 6 gelezen. En ik wilde met u naar tabel 3 gaan. Ja, we weten, als klinicus weet u ook net zo goed als ik dat het analyseren en behandelen van mensen met wervelfracturen een van de lastigste dingen is. Zelf heb ik menig telefoontje naar de radioloog gepleegd om toch nog eens terug te kijken naar die foto. Want zit daar dan toch niet een graad 2 of 3 fractuur? Dus het zou fantastisch zijn als de methode die u beschrijft, als we die in de klinische praktijk kunnen toepassen. Toch zie je in die tabel dat naarmate de wervelfracturen ernstiger worden, dat de accuraatheid met name, en dit is natuurlijk een statistische berekening die u heeft laten zien, dat die afneemt. Terwijl juist voor de graad 2 en 3 fracturen het van belang is, het significant is of je nou wel of niet moet gaan behandelen. En een paar millimeters kunnen uitmaken of je wel of niet start met behandelen. Dus dat is vaak het lastige. In hoeverre denkt u, en u gaf het al aan in uw presentatie, dat dit echt iets is wat we in de dagelijkse praktijk kunnen gaan toepassen? Geachte opponent, dank voor uw vraag. Wat betreft wat u daarnet zegt en wat daar ook inderdaad staat, dat de foutmarge zeg maar toeneemt bij hogere graad van facturen, terwijl dat juist zo belangrijk is. Ik snap heel goed dat in eerste instantie mensen dan denken, ja, dan is het niet geschikt. Echter, wat er aan de hand is het volgende.
als je gaat kijken naar die foutmarge, dan is dat niet een normale Gaussische verdeling. Maar wat je ziet is dat de foutmarge een scheve verdeling heeft naar de hogere kant toe. En dat komt omdat binnen die fouten een aantal hele grote fouten zijn. Dat heeft te maken met het feit dat hoe meer een wervel gefractureerd is, hoe complexer de vorm is. En hoe meer een software dat niet meer kan herkennen. Dat heeft sowieso te maken met de mate van inzakking. Als dat heel groot is, kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de software denkt dat de onderbegrenzing van de wervel daarboven de bovengrens is van die wervel. Het kan soms ook zijn dat een stuk van de oorspronkelijke ring nog staat, en terwijl de rest van de wervel is ingezakt. Enfin, hoe meer de fractuur qua grootte toeneemt, hoe meer het zo is dat de software problemen krijgt. Het punt is, in praktijk, ik heb heel veel van die scans daarmee beoordeeld, zie je die grote fouten heel snel. Dus je hebt dan, zoals ik laat zien, die zijdelingse foto, en dan heeft die software heeft zijn voorstel gedaan van daar zitten de wervels, en dan zie je meteen dat hij een fout gemaakt heeft. Dus die grote fouten zie je meteen, kun je handmatig corrigeren en vallen daar weg. Alleen in het onderzoek wat wij gedaan hebben, hebben we gedaan wat de software deed alleen. Dus ik ben ervan overtuigd dat in praktijk die fout veel lager zou zijn dat we hier zien. Dus dat is één. Tweede aspect is, en dat is ontzettend belangrijk, deze software die moet leren. En die moet leren fracturen door ze te zien. En hoe groter de graad fracturen, hoe minder die voorkomen. Dus dat wil zeggen, in die testset die wij aangeboden hebben, dit was wel verrijkt voor fracturen, maar er zullen meer graad 1 dan 2 hebben gezeten en ook weer minder 3. En bovendien, zoals ik al zei, fracturen hebben grote complexiteit. Soms zijn ze meer aan de voorkant ingezakt, soms aan de achterkant. Op verschillende niveaus, er zijn ook niveaus waar fracturen heel weinig voorkomen. Dus die test, de trainingset was wel goed, maar het was lang niet wat het zou kunnen zijn. Als wij dezezelfde software gaan trainen met hele grote databases die verrijkt zijn met foto's, met VFA's, met fracturen van allerlei soorten en gradatie op allerlei niveaus, dan ben ik ervan overtuigd dat die prestatie veel beter gaat worden. En het laatste punt is dan nog, de foutenmarge wordt inderdaad groter, maar bij die zwaardere wervelfractuur is ook de mate van inzakking veel groter. Dus in praktijk staat het vaak een correcte diagnose helemaal niet in de weg. Dank u voor uw antwoord. Is het dan zo dat voordat we dit in de klinische praktijk zouden moeten toepassen, er eerst nog een veel grotere studie zou moeten plaatsvinden? Of zouden we dit al kunnen implementeren en daaraan een studie? Behalve deze software zijn er ook vergelijkbare softwares en die worden al wel gebruikt. Maar je zou zeker nog willen kijken. Dat zou een van de dingen zijn die ik heel graag wil onderzoeken als je dat verder traint. Een andere manier waarop je het kunt verbeteren is nog betere beelden, nog betere DEXA-beelden. Die worden overigens ook steeds beter, waardoor het beeld beter te zien is, ook met blote oog, maar ook voor de software. Die training is heel belangrijk. En wat ik ook heel graag zou willen zien, want ik heb net gezegd dat je in praktijk grote fouten eruit haalt, maar ik zou heel graag wel eens willen zien wat dan in praktijk als fout overblijft nadat je die hele grote eruit haalt. Ja. Oké, nou veelbelovend dus. Mijn tweede vraag gaat over hoofdstuk 7, tabel 2. En daarin beschrijft u een significant verschil, of een niet significant verschil moet ik zeggen, in percentage graad 2-3 fracturen tussen de verschillende groepen met botmineraaldichtheid. Dus mensen met een normale botmineraaldichtheid en osteoporose, als je die groepen met elkaar vergelijkt, verschillen de percentages van wervelfracturen niet met elkaar. Hoe verklaart u dat? Hoe ik verklaar dat tussen de verschillende groepen de percentage niet verschillen. Het is zo dat diverse studies die dit gedaan hebben, die laten soms wel verschillen zien, maar diverse laten het ook niet zien. En ik denk dus dat het fractuurrisico deels ook onafhankelijk is van de BMD en dat dus die wervelfracturen bij allerlei groepen voorkomen. Wij zijn vaak ik heb eerder gezegd dat DEXA heel belangrijk is, maar er zijn meer factoren dan alleen DEXA. En dat betekent dus dat die DEXA is één feit, maar... U mag uw antwoord afmaken als u wilt. U mag ook zeggen genoeg is genoeg. Ik maak hem nog even af. Maar ik denk dus dat het zo is dat dit een uiting is van het feit dat er meer belangrijk is dan alleen BMD. Dank u voor uw antwoord. Ja, ik ben tevreden. Dank u, dokter Blijdorp, voor uw oppositie. Meneer de kandidaat, meneer Van der Velde, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij.
De promotiecommissie hier aanwezig zal zich nu voor beraad gaan terugtrekken. En ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. In the meantime, let's take a closer look at Maastricht University's renowned teaching method, problem-based learning. Once the prorector reconvenes the session, we'll tune in and continue the live stream. Problem-based learning, or PBL. What does that mean exactly? Three of my fellow students and I will show you around. Every week, we analyze a different case or issue together. We discuss the case, and everyone can contribute different perspectives to the group discussion. If we get stuck, our tutor helps us out and suggests what we could do next. I prefer going to the library to prepare. Here, I can focus, and I have quick access to books or journals that help me understand the case. Today, I can also train my stitching skills in the Skills Lab, where you can immediately put into practice what you've learned. After a day like this, I like going to the gym to clear my head and get ready for the next day. At UM, you meet people from all around the world. Hello, guys. Some of them are doing their exchange semester here, and they often say that PBL helps them learn and retain things very easily. I can understand why. It's a very active way of learning because you have to bring your own perspective to real-life cases. You have a lot of freedom to manage your time, your studies, your hobbies, and your work. Of course, that also means a lot of responsibility. Right now, for example, I'm arranging my exchange semester in Madrid. How cool is that? In this group session, we're the managers who have to allocate the resources of a real company. This is how we put into practice what we learned this morning. Studying here means being proactive and learning to plan well. Prioritizing and performing well under stress are great skills that help you develop as a person. But now, it's time to grab a coffee at the Student Service Center. Right now, we're at the Brightlands Chemelot campus. Here we can apply knowledge from lectures and tutorials in a practical setting. This helps us understand what we have learned and further develop our lab skills. Today, we're determining the amounts of cholesterol in various products. What I really like is the project periods at the end of each semester, where we complete a full research project that includes planning, collecting data, analyzing, and presenting the findings. That way we learn how research works and we're able to see what it's like to be a real scientist. After practicals, I have to write a lab report that also helps me process everything I have learned today. UM has a lot of learning spaces where you can work on your own or with other students. This evening, I'm meeting my friends for a movie night organized by the MSP Study Association. If you study law, you have to read quite a lot. Not all information is relevant, so you learn how to easily find the information you need to solve your case. In the afternoon, I have to give a presentation, so I like to practice it with a fellow student. Later today, a lawyer is giving a lecture. This will help us better understand the case we're working on. Speaking in front of a group is quite exciting the first time round, but you get used to it quickly. And having to present helps you also to adapt knowledge better. What I like the most is that we sometimes get to enter a plea in front of a real judge. These moot courts are really exciting. Now it's time for drinks with friends. Studying is important, but so is relaxing once in a while.
Who are we as a UM community? We are a group of people who love, talk, live, learn, work, and think in a variety of ways. And we all want to be a valuable and valued member of our UM community. A community where everyone can feel safe, needs nurturing. To bring a community to its full potential, we all have a role to play. Every single one of us needs to be part of a moving conversation. To understand each other. To find help if you need it. Or to give help when asked. To connect with your peers and share some stories. And have some fun at the same time. Make space for new perspectives and broaden your horizon. Discuss. We don't have to agree, but we can learn. That diverse views are at the basis of our understanding. And including these views are the basics of a healthy community. Make a difference at your own pace. Join one of our active groups or become an ally. The first steps are not always easy, but let's help each other on this journey. Do you want to know more? Follow the UM's Diversity and Inclusivity Office on social media. Or check out maastrichtuniversity.nl/diversity. Volgens mij moeten jullie even staan totdat ze komen, maar dat weet ik niet zeker. Ik heropen deze academische zitting. Meneer Van der Velde, de commissie hier aanwezig, heeft uw proefschrift beoordeeld en we hebben ons ook beraden over de kwaliteit van uw verdediging. Op grond van haar positieve oordeel over het proefschrift en de verdediging en gelet op de examens die u in het verleden heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Van den Berg is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. En het woord is dan ook aan hem. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Robert Eindse van der Velde, tot doctor te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul, door rector, secretaris, overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Alsjeblieft en gefeliciteerd.
Dr. Van der Velde. Robert, bijzonder genoegen om hier nu te staan en jou als eerste te mogen feliciteren met het behalen van deze fantastische titel en prestatie dus. En daarbij wil ik natuurlijk Anja, Thomas, je bonusdochter, familieleden en alle anderen die jou na zijn en daarbij betrokken zijn geweest ook feliciteren, want promoveren doe je niet alleen. Je hebt hiermee officieel het hele traject afgelegd en het is al een paar keer gezegd, in 2013 begon het hele verhaal. Ik denk dat de aanwezigen hier en online een beetje een indruk hebben gekregen hoe die 9 jaar zich hebben afgespeeld. Met levendige, maar ook heel uitgebreide en gedetailleerde discussies. En daar hebben we eigenlijk met z'n allen ontzettend van genoten. 9 jaar, en daar ga ik wat dieper op in, waarom nou 9 jaar? Want het is niet heel gebruikelijk dat het zo lang duurt. Maar toch is er een hele goede verklaring. Het verhaal begint in 2013. Ik kwam bij jou op bezoek, in Grubbevorst. Ik kan me nog het wijnhuis herinneren van de Witte Bourgogne, waar wij zaten. En toen kwam eigenlijk ter sprake dat jij graag onderzoek wilde doen naast je drukke perifere praktijk. We hebben toen de mogelijkheden verkend en ik heb je, ik denk, 5 keer gewaarschuwd voor de drukte die daarbij gaat komen als je en wil promoveren en ook nog een perifere praktijk hebt te doen. Maar jij was vastberaden en Anja volgens mij ook. Dus we hebben vervolgens een plan gemaakt. Daar kwam professor De Vries in beeld en we begonnen na te denken over CPRD-studies. Via het netwerk van professor De Vries kwamen we bij professor Harvey. En uiteindelijk werd daar het fundament gelegd voor de hoofdstukken 2 tot en met 5. Dear Nick, dear Professor Harvey, I would like to thank you especially for joining this session and for your collaboration in this thesis and for our collaboration in general. So many thanks. Ja, terug naar die CPRD-artikelen. Uiteindelijk is dat best een hoop werk geworden en jouw co-promotor, Carolien Weijers, heeft daar denk ik een hele belangrijke rol in gespeeld. Jullie hebben eindeloos veel discussies gehad met nog eindeloos veel meer tabellen, figuren, afwegingen, et cetera, om uiteindelijk tot de manuscripten te komen die er nu zijn. En het is al ter sprake geweest, het is best bijzonder, want die manuscripten die zijn uiteindelijk 100 tallig keer geciteerd sinds 2018, dus dat is best wel bijzonder. Dus dat mag je echt als compliment meenemen in dit hele traject. Even de pagina omslaan. Verder denk ik van belang dat je daarnaast die hoofdstukken 6 en 7 hebt ontwikkeld en dat je daarvoor duizenden scans zelf hebt zitten bekijken, waarbij die software toepassing toen nog in ontwikkeling was. En dat is dus echt een hele grote klus geweest. Dus ook daarvoor geldt dat je dat ergens tussen de bedrijven door hebt gedaan. Dat verdient een groot compliment, denk ik. Vervolgens is het ook nog eens zo, je hebt het al gememoreerd, dat hoofdstuk nu is verwerkt in die nieuwe richtlijn. En we dus nu hebben vastgesteld dat iedereen die een DEXA krijgt, ook een VFA moet krijgen, altijd. Dus dat is een van de verdiensten van dit werk. Uiteindelijk is het zo lang geworden omdat weliswaar jouw artikelen in tussen 16 en 18 allemaal al gepubliceerd waren. Maar jij rond die tijd ook met de mededeling kwam dat je stafvoorzitter wilde worden in 2018. En ook daar hebben we natuurlijk wel over gesproken van, goh, is dat nou wel verstandig, want het boekje moet ook nog af. Ja, maar ik ga het toch doen. Oké, we gaan het toch doen. Wat je toen niet kon bevroeden en waar je misschien achteraf wel over gedacht zult hebben, jeetje wat nu, is fusie en alles wat daarbij heeft gehoord. En alle energie die dat heeft gekost, en niet altijd positieve energie, denk ik. COVID, je zat in de frontlinie van de crisisorganisatie. En nu, het is ook al gememoreerd, strategietraject. Nog even los van allerlei andere dingen die je als bestuurder natuurlijk voor je kiezen krijgt. En het feit dat je ook nog in de praktijk actief was. Met recht dus een prestatie van formaat dat dit boekje er ligt en dat het op deze manier is voltooid. Maar je hebt nog veel meer taken eigenlijk. Ik heb er even in je cv gekeken. Voorzitter vakgroep internisten, periode 15-18. Lid van de beroepspensioenvereniging, lid van de IST-raad, lid van de investeringscommissie. En even verder. Structureel onderwijs, artsassistenten Vincent van Gogh, talloze landelijke nascholingen. Grote tuin. Pieterpad lopen, mountainbiken en af en toe kijk ook even naar Anja verbouwingsklussen. En die worden wel met veel energie aangevlogen. Kijk niemand specifiek aan nu. En daarnaast, als je goed in je boekje kijkt, heb je ook nog ruim 20 andere papers als co-auteur meegeschreven in diezelfde periode. Met andere woorden, hier staat een man met veel energie, die in staat is gebleken dit toch allemaal maar gewoon te fixen.
Ik moet er wel bij zeggen dat vanuit het promotieteam het niet altijd makkelijk was om met jou een afspraak te krijgen. Je bent niet altijd vindbaar, je agenda is niet altijd even goed georganiseerd. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Uiteindelijk denk ik is duidelijk dat het nu af is en je in feite naar een rustiger traject kunt in die zin dat de druk van promotie af is. En ik hoop dat we daarmee toch in het onderzoek verder gaan en ik wil daarbij toch ook voor de zaal een beetje perspectief schetsen waar wij nu mee bezig waren en zijn en hopelijk in de toekomst zullen blijven. 20 jaar werken wij nu samen. We hebben eigenlijk met z'n tweeën die endocrinologische praktijk in Vicurie vormgegeven. In de breedste zin van het woord, diabeteszorg, circulaire aandoeningen, bijscirculaire, et cetera, en met een aandachtspunt voor osteoporose, waar wij in 2007 zijn gestart met Anja in de frontlinie aan een fractuurpreventiepolykliniek. Dat heeft zich best wel ontwikkeld. We hebben ook op die andere domeinen een groot team gebouwd. We zijn inmiddels met 3 andere endocrinologen, 2 vasculaire geneeskundigen, een groot diabetesteam, een osteoporose team en een secretariaat niet te vergeten en het management wat daarvoor nodig is. Maar dat osteoporose stuk is toch wel belangrijk gebleven. En we hebben dat zodanig weten uit te bouwen dat we in 2014 erkend werden als expertisecentrum. En in 2017 als topklinische zorgfunctie door het STZ. En in die zin loopt dus jouw traject van 13 tot nu parallel aan de ontwikkeling van het centrum. Wat mij betreft is dus deze promotie ook te zien als een bekroning voor jouw werk als internist, endocrinoloog, onderzoeker. Het is niet afgelopen wat mij betreft, wat jou betreft ook niet, dat we hebben wel afgesproken om professor De Bruyne gerust te stellen. Er volgt een PPI-onderzoek, zijn we mee bezig. En nog veel andere onderzoeken. Gaan we het nu niet meer over hebben, we gaan dit afronden, want je hebt alle recht op genieten, felicitatie en feest. Dus bij deze. Dokter Van der Velde, ik heb een mooie promotie gezien en ik ben diep onder de indruk. Dank voor een mooie laudatio, professor Van den Berg, en een loftrompet van professor De Bruyne. Er is mij nu weer veel duidelijk geworden. Ik mag u dan ook met groot genoegen namens de universiteit feliciteren, het college van decanen. En ik wens u toe dat u dat op een fantastische manier kunt vieren. Het weer is goed, dus dat komt vast wel helemaal in orde. In mijn felicitaties wil ik natuurlijk uw familie en vrienden en bekenden meenemen. En natuurlijk uw team, professor Van den Berg, professor De Vries, professor Harvey, congratulations. En dokter Weijers. Dan natuurlijk dank aan Luc Peters en Joshua van Veluwe voor het online mogelijk maken van deze meeting. Dat die goed gestreamd is, de pedel. En natuurlijk de opponenten voor al hun werk. En zeker voor de mensen van buiten, helemaal uit Utrecht. Dat gezegd hebbend ga ik bijna afsluiten. Ik heb nog wat huishoudelijke mededelingen. U gaat dadelijk de zaal verlaten. Wij blijven nog even hier, want we are going to take a picture with professor Harvey. Daarna maken wij een foto nog onderaan de trap. U bent dan inmiddels al lang in de tuin, in de reftig aangekomen, waar u al rustig een drankje kunt drinken. Daarna komen wij terug in cortège. En als u denkt, wanneer mogen wij de kandidaat dan feliciteren, of de jonge dokter, het is niet meer de kandidaat, de jonge dokter feliciteren. Dat is heel simpel. Wij eerst en dan u. Dat gezegd hebbend sluit ik deze bijeenkomst. Maastricht University would like to extend warm congratulations to the PhD candidate and their supervisors on a successful PhD defense. Thank you for joining us. Thank you for watching.